Regelingen om aannemers te helpen die in armoede leven zijn succesvol. De gemeente geeft er daarom 1 miljoen euro meer aan uit dan is begroot. Wethouder van Financiën Ronald Paping maakt dit bekend tijdens een gemeenteraadsvergadering over de bestrijding van armoede. De oplopende kosten zijn onder meer het gevolg van het toenemend gebruik van bijzondere bijstand. Bovendien kregen meer bijstandsgerechtigden collectieve aanvullende ziektekosten. Dit jaar zijn er ook meer aanvragen geweest voor belastingkwijtschelding.